Ik zit even een beetje mee te spieken, Brit. Ja, is het wat? Jazeker. Welkom bij deze nieuwe les. Dit is les 6 van het Rijksmuseum Creative. Deze les wil ik gaan kijken hoe we de omgeving erbij kunnen schetsen. Dus Brit, jij hebt jouw tekening hier neergezet. Hij zweeft nog een beetje op dat witte vel. En ik wil nu gaan kijken welke trucjes kan toepassen om te laten lijken alsof hij wat meer in een omgeving geplaatst wordt. Eerst wil ik even kijken bij een paar voorbeelden van Rembrandt. Dus ik heb hier twee etjes meegenomen, kopieën van etjes. En je ziet, vooral dit een heel mooi voorbeeld, dat hij hier heel gemakkelijk natuurlijk een paar figuren neerzet. Maar je weet wel gelijk waar het is. Er zijn wat lijnen die de omgeving weergeven. Je ziet op de achtergrond een paar vlugge, suggestieve omgevingslijntjes die een beetje gras of bomen voorstellen. Figuur vooraan is, waar je natuurlijk mee gewerkt hebt, geoefend hebt, heel donker. En daarachteraan zie je nog een klein figuurtje, is weer wat lichter. Dus dat geeft heel goed aan wat je kan toepassen om het effect van het dieptewerk nog meer te vergroten. Ander voorbeeld met een stuk meer mensen is deze. Hier zie je een hele stoet met mensen rondlopen. En hier achteraan zie je ook wat mensen tevoorschijn komen. Natuurlijk veel kleiner weer en veel lichter. Die staan eigenlijk op één lijn getekend. Dus je weet dat ze in dit geval meer een soort berggebied, rotsachtig gebied, wat verder weg zijn. En hier zie je weer, zeker vooraan, allemaal lijnen lopen die iets weergeven van een struikgewas, van grasgebied. Ik kan natuurlijk allemaal voorbeelden noemen die helpen om een ruimtelijkheid te weergeven. Eentje is afsnijding, dat kan heel goed helpen. Hier is plaats van afsnijding. Hoe zou jij dat omschrijven? Wat gebeurt hier? Op een specifieke plek het afknippen, zeg maar, het beeld. Ja. Zodat iets op de voorgrond is. Ja, je kadert het eigenlijk af. Dit is de rand van het papier. Dus je ziet dat het daar stopt, maar het lijkt alsof het verder gaat. Het lijkt eigenlijk alsof het groter is. Ik wil dat je straks daar ook rekening mee houdt. Dat je niet al zo heel braaf binnen het kader plaatst. Maar dat je ook voor zorgt dat sommige dingen eraf vallen. Dat is een hele goede manier. Je kan een soort van suggestieve horizon tekenen. Natuurlijk is de horizon niet altijd zichtbaar. Wij zijn in een stadsomgeving en er staan altijd wel huizen voor dat je niet uiteindelijk een streep ziet. Maar je hebt wel een beetje een gevoel als je het een klein beetje zo in de verte doet. Ja. Daar kun je voor kiezen. Dingen vooraan plaatsen, dingen achteraan. In plaats van alleen de mensfiguren kun je dat ook heel goed met objecten doen. Dat ga jij nu ook even proberen met de schets die je hebt. Je hebt het redelijk klein getekend op zo'n groot vel. Mm-hmm. Je mag eerst een kader maken om de figuren heen, alsof dat de randen zijn van je voorstelling. Ook dat helpt al vrij snel om een beetje aan te geven waar iets loopt. En probeer dan eens met gewoon wat je hier uit de voorbeelden ook kan halen. Een streep op de achtergrond bijvoorbeeld. Als je die heel hoog plaatst, lijkt het alsof het een hele hoge horizon is. Doe je die heel laag, dan lijkt het alsof het heel laag op de grond staat. Het zijn allemaal trucjes. En ik kan hier van de zijkant eventjes, het is een tak of zo laten inkomen. Het maakt niet zo veel uit. Om nog even dat effect van afsnijding te weergeven. Daarnet leek het misschien alsof mijn figuren in een stad waren. En ik krijg direct een heel ander effect op het moment dat ik hier een halve boom uit laat uitkomen. En dat er een soort ontmoeting in een park plaatsvindt tussen de figuren, ik noem maar wat. En op de achtergrond juist weer een aantal vlugge strepen die iets moeten weergeven van een huis. Het maakt niet zo heel veel uit wat. Of wat extra boomfiguren. En ook hier geldt natuurlijk, als het heel dichtbij is, is het vaak wat donkerder. En als het heel ver weg is, is het weer wat lichter. Ja. En dichterbij is het natuurlijk ook groter. Je ziet heel goed hoe dat werkt. Hè? Opeens beginnen ze ergens in te staan. Dan zweven ze niet meer. Ja, het begint wat meer te leven ook dan meteen. Ja. Wat wij nu doen, die ruimtelijkheid aanbrengen op platte vlak, werkt heel goed. Maar je kan het nog beter buiten doen. Het enige wat je nodig hebt is een schetsboekje en je potlood. Dus deze is voor jou, Brit. Hier mag je meenemen. Dank je. Dan gaan wij naar buiten en dan gaan we eigenlijk alles wat we zojuist hebben geleerd toepassen in wat we zien om ons heen met de mensfiguren die op straat lopen. Helemaal goed. Kijk eens goed om je heen. Zet met een paar losse vlugge lijnen een klein beetje de omgeving al in op.
En probeer die mensfiguren daar ook in te plaatsen. Okay. Groot en klein, voor elkaar, achter elkaar. Kijk net zoveel als dat je tekent. Dus kijk continu over je blaadje heen. Okay. Met een lekkere, losse en vlugge hand. Ja. Hoe gaat die, Brit? Gaat wel oké. Het is wel moeilijker dan... Ja, wat maakt het lastiger dan... Ja, alles beweegt, alles verandert natuurlijk constant. Dus, ja, natuurlijk. Kijk, die mensen bewegen de hele tijd. Je moet maar net zien welke je wil vastleggen. Maar daarom, de ene tekening hoeft niet gelijk perfect te zijn. Je kan het blaadje omslaan, gewoon opnieuw proberen. Ja. Het gaat erom dat je in hele vlugge en vlotte lijnen toch weet te vangen wat je ziet. Ja. En probeer ook niet tegelijk te veel in detailleren te gaan. En probeer ook... in je tekening misschien om te kijken of je de tekening interessant kan maken... door te spelen met licht en donker, door verschillende lijnen erin aan te brengen. Dus alles wat we hebben geoefend in de lessen... komt er eigenlijk in toepassing in de schets. Ja. Ik zit even met je mee te spieken, Brit. Ja, is het wat? Jazeker. Het is heel grappig om even te zien wat jij nu in korte tijd hebt neergezet. Waar ik net mijn papier horizontaal hield, hou jij hem juist verticaal. En je kijkt heel mooi over het hele plein. Dus je laat heel veel zien in een heel klein tekeningetje. Met mensfiguren, met objecten. En daarachterin zie je een paar lijnen van wat iets van een gebouw zou kunnen zijn. En voorin, heel duidelijk, die paal, die lantaarnpaal. Twee meisjes die daar met elkaar staan te praten. Met afsnijding, overlapping. Dus het lijkt wel alsof je in één les alles een beetje hebt toegepast wat te leren viel. Heel goed. Dus sla dat blaadje gewoon om en ga lekker door. Trek erop uit en komt blijf helemaal doortekenen. Goed. Ja, super bedankt. Graag gedaan. Fijn dat je keek. Ik hoop dat je ook hebt meegedaan. Je kunt je werk delen op onze social media kanalen. En ik hoop je weer de volgende keer te zien.